Hallo allemaal, vandaag maken we een paashaas, waar je spelletjes mee kan spelen achteraf. Wat hebben we allemaal nodig om de paashaas te maken? Als eerste, een schoendoos. Je mag zelf kiezen hoe groot de schoendoos is. Hoe groter de schoendoos, hoe groter de paashaas. Een andere kartonnen verpakking. Hiermee gaan we de oortjes maken van de paashaas. We hebben ook nog stiften nodig om de oortjes van de paashaas in te kleuren. Een schaar. Een taartschep. Je zult denken, een taartschep, vreemd. Maar hier gaan we de oortjes mee tekenen. Dat is een goede vorm voor een oortje van een paashaas. Een kommetje. Hiermee gaan we de mond van de paashaas tekenen, waar je de paaseitjes kan ingooien. We hebben ook nog een zwarte stift nodig. En een breekmes. Het breekmes is heel scherp, dus hier moeten jullie heel voorzichtig mee zijn en hulp vragen aan jullie mama of papa. De eerste stap. Je neemt je schoendoos en zet je zo op de langste kant. We gaan dan het kommetje nemen en we gaan de mond van de paashaas aftekenen. Dus we gaan de mond ongeveer de helft van het kommetje ongeveer, of iets meer, neem je en je gaat er rond tekenen. Dus ik ga het een keer voordoen. Ik ga het zo leggen. Ik ga het kommetje, of dicht bij mij leg het beter, zo. En je gaat er rond tekenen, zodat je een mond krijgt. Mond van de paashaas. Hierbij kan je mama of papa ook nog helpen. Oké. Dan krijg je ongeveer zoiets. Ja, oké. De volgende stap is om deze mond nu uit te snijden. Dus we gaan de mond uitsnijden, maar de onderkant gaan we wel vasthouden. Dus we gaan hier helemaal rondsnijden. Met het breekmes. Dus vraag het even aan je mama of papa om dat te doen. Oké, dat hebben we goed gedaan. We hebben de ronde uitgesneden. En we gaan de doos nu kunnen openen. Voilà, dit wordt de mond van de paashaas. Voor de volgende stap hebben we de kartonnen verpakking nodig. Hiermee gaan we de oortjes maken. Je vraagt aan je mama of papa, of je doet het zelf, om grote stukken karton eruit te knippen. De langste stukken. Zo, we hebben nu twee grote stukken karton. Je neemt de taartschep en zoals jullie zien, de taartschep heeft een beetje de vorm van een oor van een paashaas. Of van een ander dier, dat kan ook. Je legt de taartschep op het stukje karton. En we gaan weer de stift nemen of een potlood of iets anders. En je tekent de bovenkant er rond, zodat je ongeveer dit krijgt. Dit ziet er al een beetje uit als een oor, toch al de bovenkant. Dus nu gaan we gewoon doortekenen naar beneden. Dan krijg je dit. Voilà. Om er helemaal een oor van te maken, gaan we nog ongeveer hetzelfde tekenen aan de binnenkant. Ziezo. Dat mag je ook doen met het andere oor en je mag het ook inkleuren. Ziezo, de oren zijn klaar. Nu gaan we ze nog uitknippen.
de twee oren van de paashaas. De volgende stap. Hiervoor mogen jullie ook weer eventjes jullie mama of papa roepen, want we gaan in de doos snijden met het preekmes. We gaan twee lijntjes snijden, waardoor je oren in de doos kunnen steken. Of in de paashaas. Zo lijkt het al een beetje meer op de paashaas. Zorg natuurlijk dat het lijntje zo lang is als de breedte van je oren. Ziezo, niet zo gemakkelijk, maar het lukt. We hebben een mooie paashaas. Dan mist er nog één ding. De neus en de ogen van de paashaas. De neus gaan we net boven de mond tekenen. Ongeveer hier zo. De oogjes hier en hier. En dan hebben we ook nog wangetjes. Dan kan je een beetje kleuren met een rode of een roze stift. Ziezo, klaar. De paashaas is niet alleen mooi, je kan er ook spelletjes mee spelen. Zoek iets wat rolt, een balletje of zelfs echt een paasei of een appelsien. En je mag proberen om de appelsien in de mond van de paashaas te rollen. Leg je maar op je buik of ga maar voor de paashaas zitten en probeer de bal in de mond van de paashaas te rollen. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1. Oeh, naast. Volgende keer beter.